القسم الأول قلنا من هذا المتن المبارك فيه المقدمة، والمقدمة فيها أسباب السعادة. We hebben gezegd dat het eerste gedeelte van dit schrijfwerk bestaat uit de inleiding. En de inleiding bestaat uit de oorzaken of de middelen die leiden tot gelukzaligheid. In dit gedeelte heeft de schrijver een smeekbede verricht voor de lezer en de student van kennis. Hij vroeg in dit gedeelte aan Allah azawajal dat je behoort tot degene die loyaal aan hem zijn. Man hum awliya Allah? Wie zijn de loyalen aan Allah azza wa jal? Alladhina dhakarhum Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an. Het zijn de mensen die Allah in de Koran heeft benoemd. Alladhina amanu. Degene die geloven. Wa kanu yattaqun, ya'ni yaj'aluna baynahu bayna 'adhabillah waqaya hajiz. En Allah vreesden, oftewel ze maakten tussen hen en Allah azza wa jal een schild die naar het helvuur leidt. Door te handelen naar de verplichtingen en de verbodenen te laten. En dit gebaseerd op kennis. Iemand slaapt tussen de graven. En hij drinkt alcohol. En hij bidt niet. En hij stort zich niet op de aanbiddingen. Maar hij wijdt zich uit aan de zonden. لا يتطهر من النجاسات. Reinigt zichzelf niet van de onreinheden. هذا ولي والله لا شك في ولايته. En dit is over, hierover is geen twijfel dat deze niet loyaal is aan Allah azza wa jal. من اولياء الشيطان. Maar loyaal is aan de duivel. لابد ان نفرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان كما نفرق بين السماء والارض. We moeten een onderscheid maken tussen de loyalen aan Allah en de loyalen aan de duivel. Net zoals dat wij een onderscheid maken tussen de hemelen en de aarde. Iemand, een dienaar, gelooft in Allah en aanbidt hem. Deze is een loyale aan Allah. Een andere die hier tegenovergestelde naar handelt, is loyaal aan de duivel. We vragen Allah azza wa jal om ons tot de loyale tot hem te doen laten behoren.